hartstikke mooi voor deze opkomst. En ja, ik zou zeggen, we hebben een professionele interviewer ingeschakeld, onze Patrick. Patrick kan het altijd zo mooi doen, beter dan mij. Dus ik zou zeggen, Patrick, ga los. Hier bij deze teampresentatie van Team Niemand Racing. Nou, je ziet het, de mannen hebben het materiaal er super voor staan. En ze staan zelfs te trappen op een onbedoeld om aan het hele verhaal te gaan beginnen. Dus ja, ik denk ook dat we maar eens moeten gaan beginnen. Met eerst eens even het hele team naar voren te vragen. Dan beginnen we natuurlijk met de corrupte man die het allemaal moet gaan doen. Frank Niemann. Je moet een hele hoop zelf doen op een gegeven moment. Ja, dan wil je die motor zetten en dan moet je jezelf maar zien te redden. Kijk, we geven jou ook gewoon zo'n lawaai, Lolly. Dat komt er ook goed. Maar we gaan eerst maar eens eventjes de technische man ook allebei naar voren vragen. En dat zijn Danny Hulst en Bert Schraar. Mannen, kom er ook bij. Dan hebben we al een paar hele belangrijke mannen bij het team. En er komt nog versterking bij, heb ik begrepen. Nou jongens, dit is het team wat het moet gaan doen het komende seizoen weer. Ik las in de krant een hele mooie ambitie. Het telt maar één plaats. Nou, we gaan het zien. We gaan eerst denk ik maar eens even kijken naar het materiaal waar het mee moet gaan gebeuren. En ik wil jullie vragen om de machine te gaan onthullen. Daar zijn we natuurlijk allemaal ook een beetje van gekomen. Schrik niet! Daar zijn we wat nieuws bij. Ja, geluk bij een ongeluk zullen we dan maar zeggen. Dat hoort er ook bij. Maar ja, goed, het zijn wel dingen die, natuurlijk die gebeuren. Hè. Het zijn zaken die er een rol in spelen. Maar ja, goed, het seizoen liep eigenlijk boven verwachting. Hoe belangrijk zijn die mannen naast jou daarin om daarvoor te zorgen? Ja, heel erg belangrijk. In je eentje kan je dat echt lang niet doen. Het is gewoon op de race dan zelf dan, het enige waar ik me eigenlijk druk op te maken is het gas geven dezelfde dag en de prestatie zeg maar. En voor de rest werken we met z'n allen heel erg hard naar het resultaat. Nou, maar daar ben ik gewoon iedereen van het team voor nodig en iedereen zet zich maar 100% voor in. Daar wil ik ze heel erg voor bedanken. Ja, dat zijn mooie dingen natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk dat supercup 600 hebben we gezien. Je wordt uiteindelijk derde in het kampioenschap. Nou, dat is ver boven verwachting. Een heel mooi kampioenschap is het ook, want het is een behoorlijk sterk bezet kampioenschap. Gewoon het Open Nederlands kampioenschap van in Nederland, zeg maar. Het is de organisatie OW Cup, maar eigenlijk elke OMK-rijder rijdt het tegenwoordig. Dus het is gewoon het hoogste niveau van Nederland dat we daar hebben. Je ziet gewoon dat het per jaar professioneel wordt en iedereen die gaat meer investeren en het wordt serieuzer. En, ja, ze gaan naar buitenland op training en ze zijn overal aan het trainen, zeg maar. Nou, zelf gaan we daar ook in mee, want anders dan, als iedereen niet, ons niet helpt, zeg maar, dan kunnen we dat niet allemaal doen. En dan loop je gewoon achter de boot aan, zeg maar. Ja, je zegt dat al heel mooi, want dat gaat al bijna gebeuren. De voorjaarstrainingen, dan zeg ik altijd maar testen. Die gaan al heel snel richting Spanje om daar een weekend lang de basis te leggen voor de enige plek die telt het komend seizoen. Ja, we wouden eigenlijk vorig jaar ook wel op voorjaarstraining, maar het was nog niet wat mogelijk, zeg maar. En dit jaar hebben we het wel voor elkaar gekregen met die race. Nu gaan we donderdag daarheen. En dan hebben we driedaagse voorjaarstraining in Alcaraz. Alles gedaan ook. Niet alleen maar de Nederlandse wedstrijden gereden. Ik kreeg zowaar ook een wildcard voor het IBM. Vertel daar eens over. Ja, klopt. Dat was ook een doelstelling wat we vorig jaar hadden om een keer in het buitenlands deelnemersveld mee te doen. Nou, dat was vorig jaar het Duitse kampioenschap geworden, het IBM. Die had in september hadden die een wedstrijd in Assen. Nou, dan weet je gewoon dat je echt aan de bak moet en dat je niet zomaar mee doet voor het podium, zeg maar. We hadden uiteindelijk in de race 2 nog een keer een top 10 resultaat gehaald. Dus we waren gewoon echt super tevreden mee. En ik hoop dat ik volgend jaar weer zo'n uitstapje kan maken en mezelf dan nog mee kan laten zien. Ik dacht ook niet met een schuin over van, ik zou het wel het hele kampioenschap willen rijden, dat IDM. Of het hele British Superbikes, maar dan ben je wel heel erg aan het reizen. Maar kijk je daar wel eens een beetje met een schuin over na van misschien wel een compleet seizoen IDM?
Zeker wel. Dat lijkt me heel erg hard. Maar ja, dat moet allemaal maar kunnen. En als je zo'n stap maakt, dan moet ook wel alles in één keer goed zijn. Want als je nou, zo'n kans half aangaat, dan hoef je dat ook niet te proberen, denk ik. Dan moet het wel allemaal 100% zijn. En dan, alleen dan zou ik het doen, zeg maar. Ja, ik denk ook dat je dat heel mooi verwoordt natuurlijk. Je kan wel zeggen, nou ja, we stappen in en halverwege het seizoen zit het geld op en wat dan? En dan is, wat dan gaat, het Dutch Open, het ONK, een mooiere stap om op te beginnen. Maar ja, goed, op een gegeven moment denk je dat je ambities ook wel sportief wat hoger liggen. We hebben natuurlijk ook nog zo'n werkplaats, zeg maar, een kilometer 15 hier vandaan daar. Ik heb gehoord dat ze weer beginnen. Dus wie weet, zit daar nog eens een keer iets dat ze zeggen van nou, we halen eens een keer een coureur uit de regio. Het zal niet de eerste keer zijn wat dat er gaat. Nee, we hebben al een heel klein beetje gehad over die verwachtingen. Eén plaats telt, dat moet maar eens gaan gebeuren. Hoe zie je jezelf ten opzichte van de concurrentie? Zijn er nieuwe concurrenten bijgekomen? Zijn er misschien wel mannen gestopt? Hoe staat het ervoor? De concurrenten van vorig jaar, de nummer 1 en 2, die zullen niet het hele seizoen meer gaan rijden. Dus wat dat betreft is dat gunstig voor mij. Maar de een is overgestapt met 1000 en de ander gaat het Duitse kampioenschap rijden. Maar dit seizoen is de regeling aangepast voor de puntenverdeling van het ONK. Het is nou echt een open Nederlands kampioenschap geworden. Dus nou, elke WK-rijder of IDM-rijder die meedoet, zeg maar, krijgt gewoon volle punten. Nou, in de eerste wedstrijd zie je dat er al 3 IDM-rijders meedoen. Dus dan moet ik er nog harder voor strijden. Maar dat is alleen maar beter en leer ik alleen maar van. Dus dat is goed. Ja, nou, op zich. De eind december, begin januari toe is de motorblok is naar Arendal Tuning gegaan. Die is volledig opnieuw gerealiseerd en opnieuw opgebouwd. Nou, daar verwachten we best wel wat van. En zeker ook sinds het komende seizoen gaan we nu met de nieuwe Max Team uitlaat. Gaan we met Max Team samenwerken en in principe zou die uitlaat beter moeten zijn. Daar gaan we achter komen. We hebben zeker alles te houden. En zorg dat we een mooie stap in de winter maken. Hij heeft dus niet gevraagd. Het kwalificeren is tegenwoordig ook heel belangrijk. Want ja, goed, zolang je maar zo ver mogelijk naar voren staat, is het halve werk. Hoe pak je zo'n rondje nou aan? Want dat is één rondje in de kwalificatie. Hè? Het is met de MotoGP en dat soort dingen is het nog extreem. Dan hebben ze een band die ze 3 rondjes goed en daarna kun je weggooien. Ik neem aan dat jij niet met die banden gaat rijden, want dan ga je volgens mij heel hard door je budget heen. Maar goed, hoe steekt dat voor jou? Zoek je op een gegeven moment de jongen op waarvan je denkt, nou, als ik hem een beetje blijf volgen, dan kan ik naar hem toe rijden, kan ik op die manier een snelle tijd pakken? Of zeg je gewoon van, nou jongens, ik zie even dat ik een stukje vrije baan voor me heb. En dat is verstand op heel blik op onendig en knallen. Nou, het is wel zeker dat je er wel degelijk bij nadenkt wanneer je de tijd neer gaat zetten, zeg maar. Nou, voor mezelf probeer ik het dan wel een van de eerste rondjes te doen, want dan heb ik vaak nog een verse band erop zitten. En als het dan de mogelijkheid is dat ik ook nog het zachtste compound kan nemen, zeg maar, dat is wel eens budgetair afhankelijk of dat kon. Dan werd het wel even iets makkelijker van om echt één ideale ronde neer te zetten. Ik wil er nog wel een stuk of 8 bij. Ja, maar ja, goed, dat zijn moeder maar gaan vragen natuurlijk aan de mannen van de OEK, want dat niet wat langer kan. Of ja, je moet de endurance-races gaan doen, dan kan je 24 uur achter elkaar door blijven gaan. Dat is misschien ook wel wat. Ja, goed, we hebben het natuurlijk even met die mannen van techniek ook over gehad. Jullie zijn met een mooi ploegje. Hè? Twee man eigenlijk die echt zich op de techniek regelen. Erik die daar nog als met hand- en spandiensten omheen loopt. En natuurlijk Berend en Anneke die natuurlijk een hele hoop regelen. Hoe werkt die rolverdeling in het weekend? Binnen het team. Hoe pakken jullie het allemaal aan eigenlijk? Ik denk dat jij daar een hoop op kan vertellen. Ja, ik denk dat we wat dat betreft een goed gestructureerd team zijn. Vooral Berend ook, die is eigenlijk gewoon de teammanager. Hij verzorgt gewoon het sponsorgedeelte, maar ook van alles, de pitbanden en alles heeft hij nu geheel. Anneke die is vooral van de financiën. Die houdt gewoon in de gaten van hoe het rijdt dezelfde gedurende het seizoen. En of we wat rustige raam moeten doen met de banden, of schades, of iets van dat. Ja, Erik is allround, die is Hannes van de dienst. Grote handen, hè? Grote handen. Dit maakt het mooi natuurlijk. Ja, als vader van.
Voor je ook een maar heen mee. Ja, dit is een hele opname natuurlijk, maar ik kan hem rustig loslaten, dus vorig jaar dat gaat allemaal goed. Ja, en kun je thuis ook nog wel een beetje onder controle houden? Ja, dan heb ik net de keuken, heb ik net de school gemaakt natuurlijk. Alles mooi schoon en dan komt hij eraan. Dan gaat hij weer een eentje bakken, een beker erop en alles. Voor zijn sport gaat alles voor. Dus dan krachtvoer, hè? Ja, krachtvoer. Dus, maar ik heb respect voor hoeveel discipline die heeft. Ik denk dat moeders, de vrouwen, die zitten hier ook wel ergens. Ja, dat is ook heel achteraan. En die houdt ook rekenschap met het ene wat hij doet natuurlijk, van mannen leren. En hij heeft wel een helemaal een schema wat hij doet. Ja, gewoon pet je af. Laten moet houden en dat soort zaken. Volgens mij heb je er ook zo een dag daar aan. Nou, nu valt het nog wel mee. In de winterperiode heb ik het niet druk. Ik, als het nu als het seizoen begint, dan komt het voor mij om de mannen onder controle te houden. Ja, om ze een beetje binnen het budget te houden. En dat ik hier zeg maar de hand er weer op van, jongens, we proberen allemaal dat we echt financieel kunnen halen, zeg maar. Sponsoring is mooi, het is hartstikke, alle sponsoren hartstikke voor elkaar. Maar het is wel, zeg maar, van je moet wel op de kleintjes blijven letten, het hele seizoen door. En ik hoop gewoon elke keer dat er geen crash is. Ik sta misschien wel met de meeste zenuwen aan de baan, zo van, als het allemaal maar goed gaat. En dat is eigenlijk een beetje mijn taak op dit moment. En daarnaast doe ik dan nog wat straks de redactionele stukjes en zo, de PR doen voor het team. Ik kan wel eventjes horen eigenlijk. Ga even voor de pitman staan. Ja, dan gaan we even een beetje voor de pitman staan. Want dit is een project wat afgelopen winter eventjes weer tevoorschijn is gekomen. Je hebt hem begin van de avond gepresenteerd, Frank, want die wist het nog niet. Ja, het ziet er super uit. Ja, dankjewel. Nou, het is een project van de laatste, denk ik, 3,5 week. Dus niet... Weet je nog? Afspraak je deze. Ja, dat is dit is van de laatste 3 weken, denk ik. Dus dat moest echt in een kort even steken. Maar we hebben wel met Frank een gesprek gehad vanaf straks vanaf de RSP een vaste box hebben op Assen. Dat zou wel leuk zijn om pitwanden te hebben. En toen kwamen er al ideeën en toen zei ik van ja, we zeggen een mogelijke catering wat budgetter. Dus we moeten iets anders gaan vinden, maar het komt dan goed. Maar ja, dan is het natuurlijk wel dat coureur zegt van ja, wat gebeurt er nou? En wij hebben van, maak je me niet druk. En, dus we hebben dit vanmorgen hier opgezet. Met medewerking, maar de bedrukking, de creativiteit van Alfagi zelf, die heeft Vieten daaraan meegewerkt heeft. Met zijn ideeën aan. We vonden het zelf mooi. Frank die vindt het natuurlijk, die zegt van dat hij ontdekt. Dat is van, nou, dit is echt gaaf. Het seizoen mee, ja, dan moet het gewoon goed gaan komen. Dan zullen we het gaan zien natuurlijk wat Frank dit seizoen gaat doen. Ik ga er even naar Frank toe. Zal ik de microfoon even meenemen, dan gaat iedereen hem ook horen. En dan gaan we nog eventjes afsluiten en dan gaan we op naar het komende seizoen. Ja. Zo, en nog. Het is bijna tijd voor geen woorden, maar daden. Nou ja, het bord staat klaar. Ik vind hem heel mooi, want precies in het midden. En dat is voor de mensen die daar staan wat lastig te zien. Daar staat de beker en de champagne. Die staat al zo'n beetje op het bord. Is dat een beetje een reminder voor jou van dit verwachten we van je? Ik verwacht het van mezelf wel, maar dat verwacht ik altijd. We gaan altijd voor het hoogste plekje. Maar ja, vorig seizoen waren we derde geworden, dus dan ga je niet meer zeggen want ik ga nog een seizoen voor de top 3. Ik moet het voorzien. Je moet het gaan waarmaken, absoluut. Nou ja, goed, je gaat eerst naar Spanje, even een weekend trainen. Eventjes die laatste puntjes op de i zetten met die twee technische mannen die je bij je hebt, waar je op kan vertrouwen. Daar komt hopelijk nog een derde bij. Er is in ieder geval iemand voor de buitenlandse wedstrijden gevonden. En misschien er nog wat meer ondersteuning gaat komen. Het zou mooi zijn. Want ja, meer weten meer en dan kun je ook natuurlijk verder komen. En dan gaat het in april gaan het beginnen. Hè. Dan gaan we echt los. Onderpunten, nou ja, goed, er staan er gelijk 3 man met IDM. Nou ja, goed, daar kun je ook vermeden, hoor. Zijn er gewoon mensen wat daar aan gaat. En dan moet je het maar gaan zien. En dan hoop ik dat we al heel snel de eerste berichten via Facebook krijgen. Nog 2 minuten na de race, dat de eerste overwinning van het seizoen een feit is. En dan moeten we het gaan zien. Ik wens jou heel veel succes met je hele team. Alle mensen eromheen natuurlijk. En ik denk dat al deze mensen gaan volgen. Wanneer was de eerste race ook weer? 6 april. 6 april. Dat is een zaterdag volgens mij. Nou, komt de 6 april allemaal al in Assen komen kijken. Die tribunes die zijn er dik voor elkaar. En ik weet zeker, als je in de buurt van
goed de pitlane langs loopt. Maar vanaf de tweede wedstrijd is er een pitbox. Staat er ook vast nog een bakje koffie klaar. Moet het ook gaan komen. Ik ga hier afsluiten. Ik vond het hartstikke mooi. Het spul staat er klaar voor. En deze mannen die kunnen u nog heel veel vragen beantwoorden. Dus loop nog even rustig bij ze langs. Maak er een heel mooi avond van. En daarna is het aan jullie om er een heel mooi seizoen van te maken. En hopelijk dat we eind van het jaar een klein jubileumfeestje kunnen vieren met z'n allen. Gaat helemaal goed komen. Dames en heren, geef ze een heel groot applaus. Niemand meer eens.